in maart 2020, dus net de dagen voordat de lockdown, de pandemie, Europa binnensleurde, hebben wij van de Amerikaanse kunsthandelaars Alan Stone en Leslie Hill een heel bijzonder interessante tekening ter aanzicht bekomen om onderzoek te verrichten. Een tekening met de Robert Wapenschild van de hertog van Bourgondië, het alliantiewapen van Bourgondië en Oostenrijk. De tekening met het wapenschild is een heel bijzondere aanwinst voor het Brugse prentenkabinet. Het is een laat 15e eeuwse tekening, een uitzonderlijk groot blad en in hoge kwaliteit. Zulke 15e eeuwse tekeningen zijn zeldzaam en komen maar sporadisch op de markt, dus we zijn maar af en toe in de gelegenheid om zo'n aanwinst te doen. Dit is dus een heel bijzondere en belangrijke aanvulling op onze collectie. De tekening verworven door Musea Brugge stelt dus een wapenschild voor, een alliantiewapen, omringd door de ordeketting van het Gulden Vlies en getopt met een helm en met een lelie als helmteken. Wie vertrouwd is met onze geschiedenis zal onmiddellijk herkennen dat aan de rechterzijde het wapenschild voorkomt van de hertogen van Bourgondië. Aan de andere zijde is het wapen van het huis van Oostenrijk. Het is Philips de Stoute die de dynastie opricht. Philips de Stoute is dus de eerste Bourgondische hertog en hij is de betovergrootvader van Maria van Bourgondië. Het was de zoon van een Franse koning die dus van de tak Valois is en die had als jongste zoon uiteraard geen kans om troonopvolger te worden. Van zijn vader had hij Touraine gekregen, dat is een gebied in Frankrijk. En we zien dat hier duidelijk op het wapenschild, dat is met die lelies. Het verwijst naar het huis van Valois, de Franse koning, maar het is ook gebroken door die zoom, een blokzoom, met zilver en keel, wit en rood. Enkele jaren later krijgt voor zijn dapperheid die Philips van zijn vader Bourgondië, het hertogdom Bourgondië. En hij gaat dus voor zijn persoonlijk wapen die beide wapenschilden samenbrengen in een gevierendeeld wapen. Dat is wat je hier ziet, met dus een 1 en 4 Touraine, of wat men ondertussen genoemd heeft Valois Bourgondië. En de andere, 2 en 3, dat is het oud Bourgondië. Dus samen vormt dat het nieuwe Bourgondië. Philips de Stoute huwt de dochter van de Vlaamse graaf, Margaretha van Malen, dat is de erfgename. En dus hun zoon, de zoon van Philips en Margaretha, Jan zonder vrees. Bij het overlijden van Philips erft hij niet alleen de gebieden, maar ook het wapenschild van zijn vader. Maar hij brengt daar wel een accent met dat hartschild, waarop je duidelijk de Vlaamse leeuw ziet. Hè. Dus het is een eerbetoon ook aan zijn moeder, maar ook een affirmatie dat hij de regerende vorst is over zowel het Bourgondisch deel als over Vlaanderen. Vlaanderen, maar ook Artois, maar Vlaanderen was het belangrijkste. De volgende generatie is dan Philips de Goede en die zal uiteraard het wapen van zijn vader overnemen, maar hij gaat ook aan een expansie doen van zijn gebieden, vooral naar het noorden, Holland, Zutphen en zo verder. En twee van de belangrijkste toevoegingen in zijn gebied zijn de hertogdom Brabant en Limburg. En dat wordt dan ook bij het vaderlijk wapenschild toegevoegd. Dat zien we hier op de laatste afbeelding. En dat wapen blijft dus ook na Philips de Goede door Karel de Stoute, maar ook door Maria van Bourgondië gebruikt. Het is dus een heel complex wapen, maar dat is ook typisch voor vorsten. Dat is dat bij de expansie men telkens ook een affirmatie krijgt van kijk, ik ben de vorst ook van dat nieuw gebied. Daar komt het op neer. Dus dat is voor het wat men hier voor ons rechts, het heraldisch links gedeelte van het wapen, terugvinden. Ongeveer het gelijke verhaal krijgen we bij het Habsburgse deel van het wapen. Je hebt zowel neder- als boven Oostenrijk.
daarbij nog een keer Stigmaarten, Carentje en Krijn. Dat zijn allemaal gebieden die Maximiaan van Oostenrijk, maar ook zijn voorvaders, door de macht die ze hebben in het Habsburgs keizerrijk, zich toe-eigen. En dus dat hier komt ook sterk naar voren. Zoals bij Maria van Bourgondië en haar voorgangers, het hartschild Vlaanderen, heb je bij de Habsburgen dat ook, een hartschild, dat is Tirol, ook een van de belangrijkste gebieden. En dus die twee samen vormen het nieuwe wapen. Wij bevinden ons hier op een historische plaats in de Onze Lieve Vrouwkerk. Daar hebben we de praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute. Interessant van het graf van Maria van Bourgondië is dat op de zijwanden haar stamboom afgebeeld wordt. Dus met de eerste hertog van Bourgondië, Philips de Stoute, Jan zonder Vrees dan, Philips de Goede en Karel de Stoute. Maar wat ons voornamelijk interesseert, is het wapenschild vooraan aan haar graf, dat het schild weergeeft van Maria van Bourgondië als echtgenote van Maximiliaan van Oostenrijk. En dat schild kunnen we zeer goed vergelijken met de tekening verworven door de Brugse Musea. Het is ook een wapen dat gemaakt is of verwijst naar een man. Omdat je ook de keten hebt van het Gulden Vlies, daarom die ridderorde, gesticht hier in Brugge in 1430. Het waren enkel mannen die lid waren van die ridderorde. Dus het wapen hier getekend is zeker gemaakt voor een vorst. We weten dat Maximiaan dan ook, eens hij getrouwd is, hoofd wordt van die ridderorde. In de Bikorf bewaart men een handschrift, de Chronieken van de Graven van Vlaanderen, die een tekening weergeeft waar dat men ziet dat Maximiliaan van Oostenrijk de ridderslag krijgt, terwijl een andere ridder dus de ketting vasthoudt van het Gulden Vlies. Maar interessant is dat beneden onderaan een wapenschild voorgesteld wordt dat identisch is aan dat van de tekening die verworven werd door Musea Brugge. Tijdens de kapitelzitting van 1491 wordt dan de kapitelzitting voorgezeten door de nog zeer jonge Philips de Schone. En interessant is dat op de kapitelzitting de ridders hadden hun zetsels in het koor en boven die zetsels hingen ze een wapenschild op. En die wapenschilden zijn voor een deel bewaard in Brugge en ook in Mechelen. En dat van Mechelen toont het wapenschild van Philips de Schone en het schild zelf is identisch aan dat van zijn vader Maximiliaan van Oostenrijk. Dan kan men zich de vraag stellen, de tekening van Brugge, stelt hij het wapenschild voor van Maximiliaan van Oostenrijk? Of is dat het wapenschild van Philips de Schone? Ook opvallend zijn de schildhouders. Dat zijn niet de schildhouders die gebruikt worden door de Bourgondiërs. Zowel Philips de Goede als Karel de Stoute, we kunnen dat zien aan het hoofdeinde van zijn mausoleum hier in Onze Vrouwkerk, die hebben als schildhouders twee houten leeuwen. Hier in dit geval, dat zijn fabelwezens, griffioenen met bovenlichaam is een adelaar, het onderdeel van het lichaam is van een leeuw. En dat werd wel gebruikt door de Habsburgers. Ook opnieuw moesten tekeningen ingekleurd zijn, dan zouden die griffioenen gedeeltelijk zwart, gedeeltelijk in hout zijn, sabel en hout. De tekening van Musea Brugge, die toont dat het wapenschild vastgehouden wordt door twee griffioenen. En misschien kan dat een aanwijzing zijn om uit te maken aan wie dat het wapenschild op de tekening toebehoort. Interessant is het werk van Olivier Vredius over de zegels van de graven van Vlaanderen. Indien we het werk openslaan, dan zien wij, hebben we hier een afbeelding van het zegel van Karel de Stoute,
met eveneens twee schildhouders. En wat zien we? Die twee schildhouders, dat zijn leeuwen. Karel de Stoute overlijdt. Dan hebben we Maria van Bourgondië. Maria van Bourgondië heeft, zoals vaker, een engel als schildhouder. In een document van 1485, uitgegeven in Brugge, hangt de ter waarmerking een zegel van Maximiliaan van Oostenrijk. En op zijn zegel zien wij hetzelfde wapenschild als op de tekening van Brugge. En we zien Maximiliaan vergezeld van de jonge Philips de Schone. Maar interessant is dat ter authentificering van het document op de achterzijde in de nog warme was een tegenzegel werd ingedrukt. Die tegenzegel vertoont identiek wapenschild op de tekening van Brugge, maar het schild is nu vastgehouden door twee griffioenen. Ook aan een charter uitgegeven in Mechelen in hetzelfde jaar zien we opnieuw een ruiterfiguur van Maximiliaan van Oostenrijk, vergezeld met Philips de Schone. En boven wordt het schild vastgehouden door een griffioen. In 1486 wordt Maximiliaan koning van het Heilige Roomse Rijk. En daar neemt hij nu als wapenschild een eenkoppige adelaar. En die eenkoppige adelaar wordt eveneens vastgehouden door twee griffioenen. Ja, een middeleeuwse kerk is een semi-publiek gebouw. En de Onze Lieve Vrouwenkerk in Brugge is een mooi voorbeeld daarvan wat het belang ook van heraldiek in de beleving van dit gebouw is. Je hebt overal aan de verschillende kapellen hier wapenschilden. Je hebt het wapen van Ludewijk van Kruithuizen aan het oratorium. Je hebt het wapen van de familie Langhals aan de Langhalskapel. En in het midden van de kerk, de hoogaltaar, is een werk dat door Margarethe van Oostenrijk besteld is voor haar kerk, de grafkerk van Philibert van Savoyen in Bourg-en-Bresse. En dit is natuurlijk wel ook belangrijk, omdat hier op een heel prominente plaats, namelijk het gesloten triptiek, dat je daar ook weer prominent wapen aanwezig hebt. Je hebt het wapen van Bourgondië, dat is onderaan, en dan heb je bovenop het imperische, het keizerlijke wapen van het Heilige Roomse Rijk van Duitsland, van Maximiliaan van Oostenrijk, op het moment dat hij al eigenlijk Roomse keizer en dan gewoon achteraf inderdaad keizer was, de dubbel arend. Dankzij dat opzoekingswerk weten we dus, kijk, dat is hier het wapen van Maximiliaan van Oostenrijk. Maar er was wel twijfel, omdat er toch bepaalde zaken zijn die niet helemaal kloppen met wat we op andere afbeeldingen zien. Dat is bijvoorbeeld die helm. Die helm is eigen aan het Bourgondisch vorstenhuis. Want je herkent daarboven als helmteken duidelijk de dubbele lelie van de Valois. Maar we blijven natuurlijk wel nog met bepaalde vraagstukken zitten. De eerste vraag die voor ons interessant blijkt, is de vraag van de toeschrijving. De tweede is de vraag van de mogelijke functie. Dit is een werk dat natuurlijk wel qua maten uitzonderlijk groot is voor een pentekening. Een tekening die ook ten opzichte van het onderwerp, een heraldische voorwerp, zeldzaam is. En waar niet helemaal duidelijk is wat de originale functie zeker zou kunnen geweest zijn. Voor een voortekening, voor een paneel, voor een wapenbord, zoals die bijvoorbeeld in de Gulden Vliesreeksen van de Salvatorkerk en ook van de Zilver Vrouwenkerk te zien zijn, daarvoor is de schilderij iets te klein, of is de tekening iets te klein. Die idee dat het misschien een heraldisch glasschilderij geweest is, een ontwerp van een heraldisch glasschilderij, is ook niet met één duidelijk, omdat die techniek daar toch zeer verschilt van. Dus blijven dan nog verschillende andere opties, waaronder de idee van een effemeer wapenbord, dat misschien tijdens een blijde intrede van Maximiliaan in Brugge getoond werd, of misschien zelf een ontwerp voor een patroon, die dan voor de verveelvoudiging van dit wapen
op textiele dragers bedoeld was. Omdat het over een wapenschild gaat, zijn natuurlijk stilistische kenmerken ten opzichte van andere 15e-eeuwse tekeningen moeilijk hard te maken. De handelaar zelf uitte de idee dat dit tekening misschien gemaakt werd door een anonieme prentkunstenaar, die wij kennen onder de monogram W met de sleutel, meester W met de sleutel, een Brugse prentontwerper die in de jaren 1470-80 in Brugge bezig is geweest. En die toeschrijving, of die idee van de toeschrijving, berust verder op het feit dat van die kunstenaar een prent bestaat met het wapen van Karel de Stoute. En dat is een fascinerende hypothese, maar het blijft een hypothese omdat wij van de meester W. met de sleutel, die soms inderdaad met Willem van Koete uit Brugge geïdentificeerd wordt, omdat we dat niet kunnen vergelijken met materiaal omdat gewoon geen ander werk bewaard is van die kunstenaar die we zeker kunnen toeschrijven. Zeker geen tekening, en dat maakt het natuurlijk wel heel ingewikkeld.